Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik lost op. Welkom. 12 gram zout in een glaasje. Dat is 2 keer zoveel zout als we dagelijks binnen mogen krijgen, volgens allerlei zogeheten gezondheidsexperts. Die stellen dat we met minder dan 6 gram zout per dag genoeg binnenkrijgen. En dat weet toch iedereen, dat zout zo slecht is voor je hart? Nou, de Gezondheidsraad in 2000 die vroeg zich ook af waarnaar toch al die overeenstemming vandaan kwam. Deed een onderzoek, literatuurstudie, naar alle wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van zout en gezondheid en concludeert dat er niet meer ligt dan een flauwe berekening van bloeddrukwaarde waarop dat advies gebaseerd is. Roept daarin op, in dat rapport, keukenzout en voeding, roept op tot het doen van echt onderzoek, met mensen dus, en om dan direct te gaan kijken naar andere gezondheidsaspecten. Dat onderzoek is inmiddels gedaan en wat blijkt? Mensen die tussen de 10 en 16 gram zout per dag binnenkregen, die hebben de beste bloeddrukwaarde, die hebben de minste kans om op hart- en vaatziekten in het ziekenhuis te belanden of er zelfs aan te overlijden. Dat staat dus haaks op het advies wat nu wordt uitgegeven. Erger, als je naar diabetes en insulineresistentie gaat kijken, dan blijkt zout ook een rol te hebben. Minder zout betekent meer kans op deze ziekte. En tot slot, en dit is heel erg, ouderen blijken vaker te vallen wanneer ze een zouttekort hebben. Dan te bedenken dat in al die bejaardentehuizen er geen pot zout te vinden is. En die oudere mensen alleen maar dat flauwe eten moeten binnenkrijgen, waar kraak nog smaak aan zit. Kortom, het wordt weer tijd om zout in ons dieet te verwerken. Wie meer wil lezen, die gaat naar foodlog.nl en die zoekt naar het artikel The War on Salt. En laat het vooral smaken.